kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Hiem de Remus. Ik heb een vlog in elkaar gestoken en ik heb ook twee nieuwspostjes gelanceerd op mijn website. Eentje in verband met Truck Simulator World, die ik binnenkort ook ga livestreamen op mijn kanaal. Dat zit er ook aan te komen. En dan voor de Discord gebruikers, ik heb er een klein beetje genoeg van dat jullie continu bezig zijn over geld dit, geld dat, geld dit, geld dat, geld dit, geld dat. Alles kun je nu gewoon live volgen via de donatiepagina op mijn website www.secotv.be. En nu wil ik er niks meer daarover spreken en al. Als er een donatie binnenkomt, gaat dat ook integraal ook op mijn website gepost worden. Dus tegelijk Doekie, Timbar, Solja Bear, Timbar, Dimbar, Loek, Ni, Wak, Ni, Ni, Sumakin of zoiets. En dan Emma en donatiegeld. En dan ik ook nog zelfs. Ik heb ook gedoneerd. Dat staat er allemaal online op mijn website. Dus dat staat ook erbij. Gedoneerd, hoeveel. En echt ontvangen, ook hoeveel. Want je moet ook denken, PayPal, pak ook altijd een klein percentage ervan af. Dan weten jullie dat. Voilà, ik ga nu Bea ophalen. Want dan gaan we ook samen nog de Q&A ook nog opnemen. Dat staat nu ook nog op het programma. Dus ik ga me klaarmaken. En dan straks hallo, de Q&A. Kijkers. Kijk eens wie bij mij zit. Hallo. Zeg, het gaat niet goed bij u, hè? Nee, maar dat komt wel goed. Het is niet heel erg wat ik voor heb, hè? Ja, dat niet, nee. Maar je zit gewoon, zeg dat even tegen de, je zit even niet goed, hè? Ja. Oké, vertel eens aan de kijkers wat je juist hebt. Dat weten ze al, hè? Van mijn wijze gestanden. Ja, maar nou is het misschien voor de nieuwe kijkers. Wel, je nadert een trajectcontrole. Kijkers, ik moet nu vrijdag op naar het ziekenhuis gaan voor foto's te laten maken van mijn wijsheidsstanden. En dan word ik waarschijnlijk geopereerd, maar hoe weet ik nog niet, want ze moeten mij alles uitleggen nog en zo. Dus ja, vandaar dat ik de Q&A niet kan doen. Omdat ik zoveel pijn heb en je begint ook te merken. Je rijdt binnen een trajectcontrole. En ik kan je ook één ding zeggen, ja, dat zij het ook moeilijk hier met praten en al. Dan worden we altijd eens een keer een nieuwe topics geopend voor de Q&A van Bea. Dus, maar de datums kloppen even niet dan in de topics van Bea, maar wel die in van mij. Dus ik blijf dan mijn oude dat systeem toepassen. Dus maandag zeg ik dan terug ga opnemen. Dus geen uitstanden meer. En dan, ja, uw Q&A's, ja, dat doen we dan wel later. Ja. En nogmaals, ook voor op YouTube, als je vragen hebt, alleen exclusief voor Bea, tape dat er dan bij. Vraag voor Bea, dubbele punt. En dan weten wij ook, ik en haar, dat het de vraag is alleen maar is voor haar. En dat het ook niet voor mij is. Want soms kan dat ook verwarrend zijn. Ja, maar ik zou dat dan wel niet, als je de Q&A van mij terug doet en wij het zo lang maken, zou ik het niet in dezelfde video als een vlog doen. Maar dan heb je echt een hele lange vlog en dan denk ik dat de kijkers wel zeggen van oh, die niet. Ja. Wat, waar we dan ook, wat ook sommige YouTubers zeggen van ja, kijk dan dat in twee stukken. Dat kunnen we ook dan zeggen, kijk dan in twee stukken in plaats van in één keer in een heel stuk door. Ja, maar 3 uur kijken, alleen van dan vanaf hoe snel ik geweest ben, hè? Ja, ik ga sowieso ook nog één ding zeggen, als ik over de 2 uren ben, 2 uur is altijd mijn maximum voor een video. Dus het kan een uur en een half, tot maximum 2 uren. Dat is 120 minuten, dat is meestal ook in een speelfilm, 120 minuten. Daarbij, dus ik denk dan ook zo, hup. En als ik daarover zit, ja, dan probeer ik daar toch zo aan nog in te knippen, dat het toch tot maximum 2 uur is. Maar ook zo gelijk de Q&A van bijvoorbeeld Bea, als het dan te lang duurt,
dan wordt het in 2 dagen dan gedaan. Voilà. Goed? Dat is prima. Oké. Nog iets te zeggen voor de kijkers? Veel kijkplezier nog van de vlog, want ik denk niet dat je nu gaat eindigen, of wel? Ik ga nog niet eindigen, want ik ga zelfs ook de Q&A nog opnemen. Oké. Dus nog veel kijkplezier naar de Q&A. Zo, doei, doei. Mensen, ik heb hier ook niet stil gezeten hoor, mensen. Ik heb hier ook alweer al wat opgeruimd. Opnieuw een klein beetje de afwas gedaan die hier stond. Zelfs ga ik ook nog mijn was nog wat sorteren. Maar nu eerst ga ik richting mijn ouders toe. Daar ga ik eten. Daarna ga ik ook de Q&A ook nog opnemen, die van mij. Die van Bea is uitgesteld. Dus Bea heeft het integraal ook in de vlog weer eens gezegd. Dus dat is uitgesteld. Maar mijn Q&A, die komt er zo meteen. Zo, het was heerlijk eten bij mijn mama. Mijn papa was er niet. Dus we hebben nog ook een goede babbel gehad. En nu ben ik terug onderweg naar mijn thuis toe. Om dan daar de Q&A te kunnen gaan opnemen. Maar ja, ik heb ook wel zo zin in een toetje. Ga ik ook een toetje nog eens halen. Maar gisteren heb ik ook al ijs gegeten. Maar ik heb ook nog ijs bij mijn thuis liggen. Dus ja, ik ga daar nog dingen op nemen. Maar dat is pas voor na de Q&A dan. Ja, want de Q&A, dat staat op het programma. En dat moet echt dringend dus opgenomen worden. Dus, en nu heb ik daar de tijd ook voor. Dan gaan we dat ook doen. Voilà, hier moet één en inslaan. Dan volg ik gewoon de groep. Vanessa. Iedereen moet dat goed kunnen zien, hè. Psycho TV. Oh, ik vind dat wel grappig, hoor. Zo gelijk ook op de gamers en al. Psycho TV! Ja, het is goed, mensen. Ik weet het, ik weet het. Ik ben er dan. Maar ik heb niet gelogen, dus ik ben ook naar de avondmarkt geweest. Ik heb er ook wat fans gezien. En het was ook heel leuk. Het was ook echt heel, heel, heel leuk. Dat moet ik ook wel eerlijk toegeven. Voor de rest, ja. Heb ik ook nog mij nog goed geamuseerd met mijn geburen. En dan ook nog mijn maatje die er ook bij was. We hebben ook nog een goed gesprek gehad buiten. Het was heerlijk weer tegenover opzichte voor vandaag. En de rest van de week, zo weer, bagger weer. Holy shit, dat is hier veel, veel. Waarom kom ik altijd via deze straat? Waarom ga ik niet via de Sorteerstraat? Dat gaat altijd meestal sneller. Proberen wat aan te sluiten, misschien ben ik er nog bij. Nee, ik ben er niet meer bij. Maar ik sta wel eerste. Ik sta wel eerste. dus ja, en dankjewel mama voor de heerlijke, overheerlijke sandwiches. Alleen moet ik nog één ding naar gaan kopen. Dat voor morgen. Wat is er meer voor vandaag? Nog een potje. Jawel. Zeg het maar mensen. Nutella. De Nutella potten, die vliegen. Als niks is. Ik. Ja. Ik ben er echt aan verslaafd. Dus, ik geef het eerlijk toe. Ik ben er echt, echt, echt aan verslaafd aan Nutella. Ja, het is goed. Nu mag ik vertrekken. Dat is hier altijd zo'n file, hè. Zie dat, zoveel auto's dat hier altijd staan. Oh. Ja, ja. Oh my man, het staat hier goed vol. Kijk, achter mij. Geen geduld, geen geduld. Allemaal over het fietspad.
Allemaal over het fietspad, zie achter mij. Echt geen geduld. Mannetjes, mannetjes, mannetjes. Geen geduld dat ze hier hebben, hè. Allemaal zo poink over het fietspad heen. Als daar nu nog eens zoals eentje bleef staan en al, dan zagen ze van oei, ja, dat is ook een non-stop. Ik blijf eens even staan, ik laat die door. Voilà. Nee, zo gebeurt het niet. Ja, en ik denk dat die oortjes aan had. Want ik kon niet trek in mijn straat rijden. Ja. Dus als je eigenlijk zo zegt van ik wil toch direct terug op mijn appartementje aankomen, dat lukt niet. Dat lukt gewoon niet. En kijk hè, ik sta dus hier nu niet hè, op mijn verharde grond. En ik ga sowieso één ding ook nog iets zeggen daarover. Jawel, ik wil daar iets over zeggen. Voor Benny de slimste. Benny de slimste, ik ga je Skype mat zetten. Ja! Nu zeg je van... Hé? Hoe? Hoe gaat jij mij Skype mat zetten? Oké, nu. Ik heb het dus echt aan de gemeente gevraagd. Over dat stuk grond. En nu gaan ze nakijken. Als het echt op uw naam staat en dat is verkocht... Oké, dan stop ik daar om te parkeren. Maar als het niet verkocht is, dan sta ik daar terug. Zo slim ben ik nog. Ik heb mijn spionnen. Allee, veel plezier met de QQQ. Hallo kijkers en welkom op de QQQ&A. Jawel. Zal het niet maar de Q&A zijn van mijn eigen. Jawel. Dus ik heb redelijk wat vragen ook binnengekregen op Discord. Ik dank je wel ervoor. Kermis van Cat, Benny de Slimste, Bear Force One, Seaman, Olivator, Seaman, Bear Force One, Shifty, zie ik daar ook nog tussen. Emil zie ik er ook nog tussen. Dus allemaal bedankt voor de vragen en we gaan beginnen met Kate of zoiets. Hoop je ooit nog eens een keer naar een Nederlands-Limburgse kermis te gaan zoals Weert of Geleen? Wel, ik wil eens naar Weert kermis gaan. Ik ga dat eens opzoeken. Weert kermis 2023, wanneer dat die doorgaat. Die gaat door blijkbaar... Even kijken... Op vrijdag 22 september tot en met 27 september. Ah ja, altijd ook tijdens Hasselt Kermis. Ik kan misschien dan wel eens een vlog, een dubbele vlog maken. Zowel dat ik op Hasselt Kermis ga vertoeven, als zowel op Weert Kermis ga vertoeven. Op één dag tijdens, hè. En dan misschien zoals een challenge doen van alle attracties te doen. Maar dan moet ik wel een GoPro hebben. Daar ga ik echt eens goed eens over nadenken hoe ik dat allemaal ga in elkaar ga prutsen. Maar dat zijn leuke ideeën wat ik kan uitoefenen. Ja. Oké, dus ja, ik ga hoogstwaarschijnlijk naar Weertkermis. Omwille van ook waar ik altijd voor speel is Kamelen Derby. Dus dat zo met die balletjes te rollen en al, dat speel ik echt heel graag op de kermis en al. Daar kun je mij 9 van de 10 kansen mee altijd vinden op Hasselkermis. Geef ik eerlijk toe. Oké, ben je de slimste? Hey Timmy, ik wil mij eerst en vooral verontschuldigen dat ik jou heel kritisch aanpak en uitgemaakt had. Sorry dat je een loser bent. Kan je mij nu vergeven en vergeten? Vergeven wel, maar vergeten niet. Dan kunnen wij integraal met een propere lei beginnen. Dus ik heb het u gezegd. Vergeven wel, maar vergeten niet.
Bij Force One. Dimi, als je dit voorleest, ben ik verjaard op 8 mei. Oei, dat is één dag. Ai. Oké. Beter later nooit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, wacht hè. Misschien kan ik daar nog wel een muziekje op vinden. Op YouTube. Even heel snel kijken. Happy birthday. Birthday song. No copyright. Dus even kijken. En hier is het. Voilà. Dus luisteren naar deze muziekje. Dat is heel speciaal voor jou. Alsjeblieft. Happy birthday to you. Happy birthday, Beer Force One. Happy birthday, Beer Force One. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Beer birthday. Happy birthday to you. Alsjeblieft, Beer Force One, een happy birthday song for you. Oké, dan Alivator. Hallo Dimiken, alles goed, Mateken. Soms geven wij je commentaar, maatje, en dit mocht je bekijken als tips en grotere YouTuberken te kunnen worden. Dit is allemaal niet slecht bedoeld, ik weet dat ook wel. Maar soms voel ik mij ook zo in het nauw gedreven van, kijk, ik kan mijn eigen niet 100% zijn voor YouTube. Want ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet dit doen, ik moet dat doen, volgens de fans. Zo kan ik mijn eigen niet zijn. Ik wil mijn eigen ook eens kunnen zijn, te goed. Maar dat is nog niet te goed gelukt. Seaman, niemand Bea. Wat hij daarmee bedoelt, ik weet het niet. Bij Force One, Dimi, ik ken iemand die mentale inzinkingen gehad. Volgens mij nog veel erger dan achterstandigen, want zink is ook metalen en dus twee keer metalen. Kan dus veel erger. Hey, voel jij je nu beter? Weet het dat andere mensen een erger hebben dan jij? Groetjes. Bij Force One. Er bestaan nog eigere ziektes dan mij. Want ik heb ook al eens naar een reportage gekeken. Hier ook op YouTube. Iemand die dus door heel veel emoties heeft. Dus blij is. Dat hij gewoon flauw valt. En dat vind ik ook erg. Dus ja... Ik heb ook gehoord dat hij ook eens op een gegeven moment tot 46 keren is flauwgevallen op één dag tijd. Dat is zeer, zeer veel. Dus dat vond ik heel erg veel over die persoon. En ik was er ook heel stil van geworden, ook toen ik naar die reportage heb gekeken. Ik ga eens heel snel in mijn geschiedenis kijken van op YouTube, als ik het nog terugvind hoe die titel heet. Maar ik vrees ervoor dat ik echt heel diep in mijn geschiedenis moet gaan terugscrollen. Ik ben echt nog aan het scrollen. Oh, wacht hè. Nee, dat is het ook niet. Ik weet nog perfect hoe dat plaatje het eruit zag. Nee. Is het ook al niet? Ah, hier. Ik heb het. Jeffrey valt bij het minste of... grinnigste flow. Je zal het maar hebben. Van NPO 3 TV. Kijk dan maar eens op YouTube. Dus ja, daar heb je dus ook naar gekeken. En dan heb je ook nog zo gelijk Dion. Die heel fel stottert. Door ook emoties of zo te hebben of zo. Ik heb nog niet helemaal te goed bekeken. Die moet ik nog te goed bekijken. En dan heb je ook nog zo gelijk... Chael's hersenen zijn aan het verzakken. Dus dat haar botten en al dus naar, ja, gewoon te zwaar zijn voor haar lichaam en al. En dat zij zo aan het doorzakken is. Ik vind dat allemaal één voor één boeiende verhalen. Maar ook
heftige verhalen, omwille van dat het ook in het echt gebeurd is. Dus er bestaan eigenere ziektes dan wat ik heb. Ik geef dat ook eerlijk toe. Ik geef dat ook echt eerlijk toe. Voilà. Dan, ik ga even mijn channel weer even muten. Oké, dan. Seaman. Dimi, in. Moet eens iets vragen. Gisteren twee gigantische scheitekens op mijn ruit van de living. Maar zo schuifdeur. Dus echt vies. Hoe kan ik dat voorkomen? Heb jij gewerkeer? Zodat ik duiven kan kapotschieten of andere ideeën. Bedankt, Dimi. Dat ze niet tegen uw raam aanvliegen, kunt je bijvoorbeeld toen verhinderen om lijntjes te plakken op uw ruit. Dat kan bijvoorbeeld zoiets. En dan zien de vogels ook dan van, oei, hier is een ruit. Dan gaan die daar ook niet tegen vliegen of tegen scheten of zo. Ik weet het niet. Het is maar een tip die ik kan geven, maar als het ook helpt, ik weet het niet 100%, dus je kunt het altijd proberen. Dan, de echte account van Chrisje, ja. Dag Dimi, raadselken voor u om brain te trainen. Oké. Wat is het antwoord op de volgende vraag? Tim, 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 tim. Wat was, was, als, was, was, was. Wat was, was, als, was, was, was. Oh my god, echt waar, zo van die brain dringen. Oké, wacht, nee, ik weet het niet wat het antwoord is. Dit omdat vieze kleding al was is. Was is. Dus voordat het was, was, was het schone kleding. Of het gedraaide kleding als je was, pas, was noemt. Als je het in de wasmand hebt geplaatst. Hoho, voilà. Dat is de uitleg. Alsjeblieft. Maar ik heb het wel gegoogeld. Ik geef het eerlijk toe. Alivator. Hallo Dimmeke. Heb jij ooit huisdierkens gehad? Zo ja, welke merk van dieren en hoe noem deze? Ik persoonlijk heb een kat, Mia, Khalifa, en een hondje, Lana Rhodes. Oh, dat zijn heel mooie namen. Dat geef ik eerlijk toe, Alivator. Dat zijn heel mooie namen. Maar, nee, ik heb hier geen huisdieren. Ik zie wel huisdieren heel graag. Zo gelijk een kat, of een hondje. Ja, dus een puppy. Maar ja, die worden ook wel groot. Wat zie je dan ook nog graag voor huisdieren? Ja, vissen. Zo'n aquarium met zo'n subtropische vissen, dat zie ik ook wel nog graag. Wat zie ik dan ook nog graag? Dat zal het wel zijn van, ja, van een van de huisdieren wat ik graag zie. Voilà. Oké. Ben je een Messi of Penaldo van? Dat moet Rinaldo zijn, hoogstwaarschijnlijk. Geen van beide. Zou je een nieuwe PC kunnen willen of denk je van mijn PC kan alles nog, dus ben blij. Dus ik ben nog altijd heel tevreden over mijn PC. Maar in de toekomst zie ik nog wel eens een uitbreiding tegemoet gaan. Ik denk deze jaar nog niet, maar volgend jaar. Dus in het jaar 2024 ga ik terug een upgrade doen op met mijn PC-kast. Dat gaat dan integraal via Line Gaming Solutions dan gebeuren. En niet meer even naar de Carrefour gaan, daar een PC gaan kopen. Nee, Line Gaming Solutions, daar ga ik dan even langs gaan. Heb je ooit andere merk gerookt dan Marlboro? Zo ja, welke? Ik rook graag vanille sigaartjes, maar ik en niet inhaler ander. Krijg de platte kaka daarvan. En dat is gevaarlijk, hè, Dimmeke. Echt waar. Ik kan sowieso zeggen, ik ben tegen roken. Waarom? Ja, oké, ik rook zelf ook, maar ik ben een klein beetje tegen roken. Het is één, het is verslavend, dus ik kan er heel moeilijk van afblijven. Ik geef het ook eerlijk toe.
Het is verslavend. Maar het zit wel hier, tussen dit hier, twee oortjes. Het is ook heel slecht voor je longen en al. Je kunt er ook kanker van krijgen. Noem maar op. Dus ja, ik raad het af. Ik raad echt iedereen het af. Begin niet met sigaretten. Het is echt verslavend en duur. Dit is een gouden tip wat ik jullie geef. Maar ik zou wel mee merken, ik wil wel even gaan aanhalen, dat is LNM. Voilà. Maar blijf er echt effectief van af. Ook van die elektronische sigaretten. Blijf daarvan af. Het is een en al verslavende boel. Het kost ook immens veel geld. Wat ik op een jaar oprookt, kan ik een mooi reisje van maken. Ik geef dat eerlijk toe. Maar wat doe ik? Hup, sigaretje aan. Inhaleren, uitaleren. Bye bye geld. Voilà. Maar het is verslavend. Dus begin er ook alsjeblieft niet aan. Dank u. Shifty. Dag Dimi. Ik ben gecontacteerd door een Nigeriaanse prins. Hij belooft mij 1 miljoen euro als ik hem 500 euro opstuur voor zijn papierwerk. Als ik rijk ben, wil je dat ik deel met jou? Shifty, dat is een adderke onder het gras. Jij moet toch eerst 500 euro opsturen vooraleer dat hij 1 miljoen. Dus dan kan hij toch al direct al daarvan 500 euro daarvan gebruiken voor dat papierwerk op te sturen. Pas op maar daarbij. Dat zijn loesje praktijkjes. Is Oostenrijk jouw favoriete land omdat Adolf Hitler daar geboren is? Nee. Mijn favoriete land is niet Oostenrijk. Je zit verkeerd. Mijn favoriete land, jawel, zijn onze noorderburen. Nederland. Ik hou echt heel graag van Nederlanders. Hoe of wat, ik weet het niet, maar ik voel me daar meer thuis dan hier zo in België. Ik geef dat ook eerlijk toe. Ik heb ook heel veel ook Nederlandse vriendjes ook al gehad. Eén voor één, allemaal schatjes. Nu heb ik dat weer in mijn hoofd, schatjes van patatjes. Ja, nee, het zijn echt schatjes dus. Wel gemakkelijk. Jij ramt een auto en uw papa mag alles oplossen. Arme Erik Remers. Omhoog van... Ik wil niks fout doen. Als ik misschien ergens één foutje maak, bijvoorbeeld mijn papierwerk of zo, dat dat in haar voordeel misschien kan pleiten. En dat wil ik voorkomen. Daarom dat ik het ook mijn vader daar even opzet. Die is daar beter in thuis met papierwerk. Ik niet. Dan Alivator. Dimmieke, als je nu nog ooit chipjes eet, welke zal dat zijn? Ik veronderstel dat je geen pikante chipjes meer gaat eten. Nee, 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 nee. Mijn favoriete chipssoort is... grillchips. Voilà. Ik heb een vraag, als je op een boot zou zitten, maar de naft is op en er is ook geen wind om te zeilen en je hebt ook geen zeil om een zeil te maken. En er is ook een lek, maar geen middeltjes om de lek te maken en de stuurrukken is afgebroken. Wat zou jij dan doen? We danken u, ben heel benieuwd. Hoe je survival skills zijn, echt waar. Ik zal die pistool al gebruiken voor die alarmpistool. En hoogstwaarschijnlijk zou er ook nog wel altijd een CB aanwezig zijn. En dan ook SOS-signalen uitzenden. En dan... Die SOS-signalen die zullen ook wel echt ook perfecte coördinaten ook doorsturen. Bij wijze van spreken, denk ik.
En echt waar, hè? Ik krijg hier continu meldingen, hè? Ja, oké. Oké. Dip, die, dip, die, dip. Dus ja, dat is mijn redenering. Emiel, wat vind je van de film In de speeltuin met Mark Dutroux? Wel, ik ken die film niet. En Mark Dutroux? Zegt dat genoeg? Voilà. Simon, nonkel Mark had mooie speeltuin. Klopt, hé? Nonkel Mark? Dat weet ik niet. Alivato, wat vind je de beste zangers? Arin Piti, Salasu, Laura Tesoro, Mark Dutroux of Ankara Messi? Mark Dutroux al sowieso niet. Laura Tesoro, natuurlijk. Voilà. Hey Timmy, wat vind je zelf dat Bea nu integraal meer gebruikt in uw vlogs? Goed. Want jullie wouden dat, dus en ik heb jullie tip ook meegenomen. Oké. Emiel, zou je bevriend kunnen worden met Kim de Gelder? Nee. Zou je liever zoveel eclairs kunnen eten als je wilt en niet bijkomen of eigenschap krijgen van nooit meer te kunnen liegen tegen uw fans? Ik kan sowieso al zeggen, eclairs zou je ooit beu gegeten worden. Als je dat continu blijft eten, dan word je sowieso beu van. Dus... ja, en ik doe al heel goed mijn best om niet te liegen tegen mijn fans. Voilà. Wat is het grootste verschil tussen een leugenaar, voorbeeld jij Dimi, een leugenaar, voorbeeld Mark van Ranst? Daar ga ik niet op uit. Als Cindy in de vuist zou gaan met Mirjam, wie zou je er dan winnen? Nee, dat ga ik, laat ik in het midden. En je moet daar ook geen ruzie in stoken. Voilà. Als je niet naar het gevangen zou moeten gaan voor een aanrijding en niemand zou dat ooit te weten komen, zou je dan een bepaald persoon willen aanrijden met uw boeleken? Eerlijk? Nee. Ik wens niemand niet de dood toe. Niemand niet. Zelfs niet mijn eigen vijand wens ik zelfs nog niet eens de dood toe. Zegt dat genoeg, Emiel? Oké. In het geval van een aardbeving zou je uw onderbuurvrouw haar deur intrappen en haar hondje opeten? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Echt waar, daar kan ik geen antwoord op geven. Ben je de slimste? Waar zie jij jou bij 10 jaar? Ben je dan nog afhankelijk van het OCMW? Als het moet, wel ja. Die helpen mij goed. Bear Force One. Dimi, ken jij Dries van Langenhoven en zou je met hem graag eens Fortnite spelen? Ik ken Dries van Langenhoven niet. Ik ga daar eens googelen. Misschien krijg ik daar een beeld van. Dat is een politieker. Ken ik totaal niet. Ken ik totaal niet. Nee. Dries, sorry. Dries van Langenhoven, ik ken jou niet. Sorry. Alivator. Voor welke politieke partij zou je totaal niet stemmen? Dat is een goeie. Ik geef echt heel eerlijk toe... Ik ben eigenlijk niet met politiek bezig. Echt totaal niet. Ik ben niet politiek gericht bezig. Wat vind je van Dikke Magie de Blok?
Ik ken Margie de Blok wel, maar... Het is een persoon gelijk een ander. Als ze haar heel goed voelt in haar lichaam, moet je dat ook respecteren. En als je dat niet kunt respecteren, dan moet je je daarbij langsleggen en gewoon doorgaan en negeren. Hup! En haar daar niet door pesten. Oké? Okay? E-mail. Waarom stem je op Vlaams Belang? Wie zegt dat ik op Vlaams Belang stem? E-mail. Rangschik de volgende etenswaren. Eclair, chipolata pop, Marokkanen, macaroni met kaas en hes, choco sandwich. Het eerste plaats waar sowieso gaat staan dus voor het ontbijt, sandwich met choco. Dan voor middagmaal, wat ik heel graag eet, is macaroni met kaas en hes. Daar kan ik ook wel veel van eten. Dan chipolata pop en dan eclair. Voilà. Hoe ziet je portofolie eruit? Heb je veel cryptomunten waar je in investeert of meer stocks? Als je crypto investeert, kan je ons dan eens zeggen welke munten precies. Dogecoin, Shiba Inu, inclusief. Ik heb geen cryptomunten. Zou je in een relatie kunnen gaan met een transpersoon of een ladyboy? Ik weet het niet. Ik geef het eerlijk toe, ik weet het niet, want ik heb nog nooit zo'n persoon in het echt gezien of daar in contact mee gekomen. Geef ik eerlijk toe. Pair Force One. Dimikin, oh my god, integraal slechte nummertjes dat jij opzond in de Q&A van Lotto spelen. 2,5 euro maar gewonnen. Dat is gewoon mijn inzet terugverdiend. Nu nog eens 6 nummertjes van 1 tot 45 en liefst 3 riksen met alle 3 verschillende nummers. Deze keer ze winnende cijfertjes, want ik ben echt verslaafd aan spelletje. Ik ga echt miljonair worden. Merci dat je mij geholpen aan deze gokverslaving. Ik moet nu blijven spelen, anders heb ik een afkikverschijnsel en hallucinatie. Air Force One, ik heb het maar 1 keer gedaan en nee, ik ga dat niet opnieuw doen omwille van, ik wil ook niet dat je in een gokverslaving terechtkomt. Als je bijvoorbeeld wilt gokken, gok met maten. Het staat overal bij. Ken uw limieten. E-mail. Wanneer krijgen de mensen die de giveaway hebben gewonnen 5 jaar geleden hun prijzen? Plus wanneer krijgen de mensen die Kraak de Kluis hebben kunnen ontcijferen hun prijzen? Kraak de Kluis is nooit verder gezet geweest. Dat is volledig teniet gedaan. En ik weet ook niet meer welke prijzen dat hun hebben gewonnen en wie 5 jaar geleden heeft gewonnen. Ben je de slimste? Hey Demi, hoe komt het dat de mensen allemaal vinden dat jij altijd liegt? Niet alle mensen vinden dat. Voilà. Shifty, er was iets mis met dit kanaalje, maar ik heb het opgelost. Je had 2 jaar geleden gezegd dat je december een leuke maand ging worden met elke week een giveaway. En je zei dat er prijzen al had. Waar zijn die nu? Onder mijn bureau. Voilà, dat was de Q&A van Discord. Dus nu gaan we over snel naar de Q&A van... Jawel, jullie hebben het gezien van YouTube. Welkom. Jawel, hier zijn dus ook weer al wat vragen binnengekomen. Dus we gaan sowieso al door naar de eerste vlog, 1555. Daar zijn 10 reacties op gekomen. Benny de Slimsten. Het Dimi, ik moet weer integraal vaststellen dat jij weer op mijn grond staat. Echt waar mensen, het is nu echt te veel gevraagd om 20 seconden verder te wandelen tot op de parking. Bij deze ben ik genoodzaakt gelijk al zijn onderbuurvrouwen om een klacht neer te leggen. Voilà, bij deze dan doet je dat maar, een klacht neerleggen. Maar ik ga daar gewoon niet meer verder op in. Chuck Meehoff.
lekker karren. Oké, okay, wat bedoelt ze daarmee met lekker karren? Ik ga eens even kijken. Oh man, ik is echt waar altijd... Ah ja, het is dat ik goed aan het rijden ben. Oké. Okay. Dan Tom Poes. Wat is dat eigenlijk, een spichiater? Een spichiater, dat is iemand die, waar je mee op gesprek gaat, waar je het ook mee moeilijk hebt, bijvoorbeeld in je lichaam en al. Die kan u ook bijvoorbeeld pilletjes voorschrijven, bijvoorbeeld voor terug rust te kunnen vinden in het hoofd en al. Dus daarbij. Voilà. Peter, neemt jij de Q&A op maat? Wat zit je weer te wenen? Je bent echt een meisje, gij. Okay, als jij dat zo denkt, dat is jouw mening. Emiel, dat is jouw mening. Ja, dat is jouw mening. Ja, voilà. Emiel, Dimi vond dat Mieke niet zo mooi. Zijn smaak naar vrouwen is zeer slecht, dus dat meisje moet wel heel lelijk zijn geweest. Ik ga geen namen noemen. Het innerlijk is het nog altijd het belangrijkste dan het uiterlijk. Maar het uiterlijk mag er ook wel wezen. Maar het innerlijk is nog altijd, altijd, altijd het belangrijkste. Je bedoelt de Q&A opnemen. Ja. Dat heb ik het nou eens opnieuw doen. Samen. Familie kijken. Ja. Ik kan sowieso ook één ding zeggen. Ze weet ook waar ik naartoe ben geweest. Oké, okay, ja. Oké. Okay. Nee, we hebben samen naar familie gekeken. Pair Force One. Timmy. Dit zijn integraal leuke vlogs als je vertelt over je dagje en spichiater met Bea rondrijden. Noem maar op. Is leuk. Bedankt voor vloske duimpje omhoog. Doe zo voort. Oké, okay, dankjewel. Ik ga ook een duimpje voor jou geven. Dan zijn we bij de vorige Q&A. Daar zijn in totaal 9 reacties op gekomen. E-mail. Hoezo krijg jij reclame van Vlaams Belang? Haat jij mensen van andere origine? E-mail. Ik ga sowieso één ding zeggen. Oké. Ik heb de reclames op mijn YouTube-kanaal heb ik niet in de macht. Dat heeft YouTube zelf in de macht. Dus ik kan daar nooit voor kiezen. Doet jij nu serieus 10 klontjes suiker in uw koffie? In de halve liter mok? Wel ja. Expose it. Oei oei oei. Dus in de laatste Q&A zei Dimi dat hij geen uur wil rijden naar Nederland om Bea te gaan bezoeken. Als ze daar ooit een vriendje zou krijgen. Dan gaat het ook minder zijn. Voilà, ik zal het zo zeggen. Het zal minder zijn. Ben de slimste. Hey Timmy, waarom? Lees je mijn vragen integraal niet allemaal voor? Wij fans doen ook alle moeite om in het weekend de saaie vlogs met Chrisje te bekijken. En bijna iedereen denkt daar zo over, behalve jij. Ik ga één ding zeggen. Ik wil dat ook één keer nu en voor altijd gedaan is over mij en Chris. Ik voel me heel goed bij Chris. Ik krijg daar heel veel vriendschapsliefde voor terug. Echt waar, ik krijg daar echt ontzettend veel vriendschapsliefde voor terug. Als ik het moeilijk heb of zo, staat zij er wel klaar voor mij. Ik kan gesprekken aangaan van hier tot in Tokio. Maar zij luistert dan ook naar mij toe. Als zij het ook moeilijk heeft, zal ik ook klaarstaan voor haar. Stel, ze gaat op reis naar Zwitserland bijvoorbeeld. Ze krijgt daar een ongeval. Ik ben op dat moment aan het werken. Wat ik zal dan doen is mijn wijk laten vallen en naar daar rijden. Om haar te steunen. Want ik vind nog altijd dat een mensenleven nog altijd iets belangrijker is dan eigenlijk werkgelegenheid. Want je leeft maar één keer in je leven. En daar moet je ook van profiteren. En ook de vrienden rond wie je rond je hebt, moet je ook koesteren. Want morgen kan ook al de laatste dag zijn. Morgen kan voor
voor jou het laatste dag zijn, voor mij de laatste dag zijn, dat weet niemand niet. Je kunt misschien in je slaap nu bijvoorbeeld een hartstilstand of zo krijgen en er niet meer zijn, dan stopt het ook. Maar dan hebben ook die vrienden ook weer op pijn dat jij er weer al niet meer bent. Zo voel ik mij ook naar Chris toe. Ik voel er echt hele goede vriendschap naartoe. Voilà. De Q&A is toch wel integraal de beste content die Dimi maakt. Ook blok dat Bea voor zichzelf is opgekomen. Deze goed dikke duimpje omhoog bij deze. Oké. Okay. Ja, Bea, als je enkel cola drinkt, dan ga je doodgaan. Binnen enkele jaren. Ik hoop dat Bea dit nu ook heeft gehoord. En dan e-mail. Bedankt, maten. Allee, ik heb hier weer al een reclameclipje van, je weet wel welke partij. Oké. Voor daar misschien commentaar op te geven, oké, dat is graag gedaan. Emma, wat geven Gamecare en Line Gaming Solutions in ruil voor jou? Die kunnen jouw computer geven, maar jij moet een kopen van Carrefour. Nee. Dus Line Gaming Solutions zal mij dan, hoe moet ik het zeggen, iets duurdere PC maken. En ik moet maar een bepaalde bedrag dan betalen. Maar bijvoorbeeld, hij maakt een computerkast voor 2000 euro en ik moet maar bij wijze van spreken maar 1000 euro betalen. Zo van die dingen. En dat, omwille van dat ook Line Gaming Solution samenwerkt ook met Gamecare, en ik ook bijvoorbeeld ook als op een LAN-party aanwezig zijn, mag ik ook hun ondersteunen en achter de shop staan. En dan vind ik ook van dat ik ook wel reclame mag maken, ook voor Gamecare. Voilà. Hun doen een chaste naar mij toe, een chaste. Bijvoorbeeld als ik iets nodig heb, zo, staan ze ook klaar voor mij. En zal ik ook, bijvoorbeeld als zij iets nodig hebben van mij, zal ik ook klaarstaan voor hun. Voilà. Laat je remmen maken. Oké, Radio 777BE. Dan gaan we door naar de volgende vlog. 1557. Vier reacties opgekomen. Het is de stad Sint-Truiden. Dankjewel, ben je de slimste. Als rijinstructeur stel ik weer... Oké, dus daar gaan we dus weer al niet op in. Ik zou jou constant... daar ga ik ook niet op in. Jorrit, Voorter. Psycho, ik ben je grootste fan. Ik ben net aan je huis geweest. Maar je had het niet door. Kan je hallo zeggen voor een moeder, please? Oké. Okay. Voilà, bij deze heb ik het voorgelezen, Jorrit. En een shout-out naar jouw mama. En als je er nog eens in een keer zit en ik heb het wel dan door, dan zal ik wel ook wel eens even naar buiten komen. Dan gaan we ook zo door, dus ja, gelijk ook, waar je ook kunt op reageren, zijn mijn gaming movies. Dat als daar ook reacties op komen, kan ik die ook weer al extra voorlezen. En het zijn ook weer al extra minuten waar jullie ook weer al kunnen naar kijken en luisteren naar de leuke antwoorden wat ik geef, hè. Zo lijkt de Euro Truck Simulator 2 Gaming Movie 006 zijn 0 reacties opgekomen. Euro Truck Simulator 2 Gaming Movie 007 staan de reacties uit. En ik weet niet, ook niet hoe dat komt. Maakt niet uit. Die ga ik dus nu ook niet meer aanzetten. Dan echt vlog 1578. 5 reacties opgekomen. Bakmak, bij YouTube word je pas betaald per video als je meer dan 1000 views hebt gehaald. Bij u is dit niet het geval en denk eerst wat je gaat zeggen en maak er een korte video rond de 8 minuten. Vanaf 1000 views per video word je pas betaald. Groetjes. Nee, klopt niet, want ik word nu ook al betaald door YouTube. Het is niet veel wat ik verdien via YouTube, dat geef ik ook eerlijk toe. Maar ik verdien al aan YouTube. Voor daarmee verder mee te kunnen leven? Nee, nog niet. Daar heb ik nog geen waardige loon rond. Dus ik kan ook niet zeggen van,
Wel, salut. Ik ga nu echt 100% mij smijten op YouTube. Dat kan ik nog niet. Wel van dat ik nog geen stabiele loon hierop kan aanmaken via YouTube. Maar evenin wel al geld. First last. Smiley, smiley, smiley. Oh, dat vind ik leuk. Ah, wel, duimpje omhoog. Dan Bear Force One. Shoutout naar Dimi. Ik heb hier integraal wel nog wat vraagjes. 1. Waarom heb je van de witte stippellijnen op je trui? Ah, die de andere trui van... Daar staat ook wat maken of... Ik heb die zo gekocht in een winkel. Ik vond dat een hele mooie trui. En ik wist ook niet dat dat een slogan was van Genk. Wat maken, hè? Wat maken? Voilà, dat wist ik niet. Dimi, dat is allemaal ongezonde drank. Drink jij wel genoeg water? Maak me zorgen echt waar. Ik drink per dag ongeveer 1 liter water toch. Als, want er staat ook een waterfles langs mijn bed. En daar drink ik ook van. Dus ook tijdens de nacht drink ik ook eens regelmatig water. Dus er komt voldoende vocht in mijn lichaam. Wat is dat? Eurodrugs Simulator. Eurodrugs Simulator, daar heb ik zelfs ook nog niet eens van gehoord. Dus ik ga dat eens even opgoogelen. Blijkbaar kun je dat aankopen op Steam. Lol. Ik ga dat proberen eens te vertalen. Eens even kijken. Heb je er ooit aan gedacht om je eigen misdaad imperium uit te breiden zonder de juridische en morele gevolgen? Stimuleer het. Kruip in de donkere steegjes van drugshandel. Nu met 6 grote gratis updates die nieuwe Machinica kaarten en tientallen gameplay uren introduceren. Ja. Dat is een... Dat spelletje kost... €16,79. Voilà. En er is zelfs ook nog een antwoord op gekomen. Oké. Help Dimi als zijn beste vriend. Bij YouTube word je pas betaald per video als je meer dan 100 views hebt gehaald. Bij u is dat... Dat heb ik ook al voor gelezen. Want dat is 2 keer hetzelfde wat hij heeft gepost. Die bakmak. Oké. Dan gaan we door naar de volgende vlog. 1559. Daar zijn in totaal 6 reacties op gekomen. Nookie voor de rookie. Er zijn nog andere cafés in Alken. Jammer dat je nooit reclame maakt daarvoor. Ik heb een heel goede band met Bart. Met de sportcafé. Of sportwereld. Ik weet niet juist wat de juiste benaming is. Die ene café, die doet het ook heel goed. Maar ik heb ook wel andere cafés, gelijk de Ton. Heb je in Alken. Dan heb je ook Alex Matthijske. Daar kun je ook van vinden. Wacht hè. Cafés in Alken. Ik zal dus even ook voor jullie opzoeken. De Banania. Sint Joris Heem. Terlinde. Pengse Sigrid. Wil Voye of zoiets. Evelien. Actcafé. Jeugdhuis De Molen. Cafetaria De Alk. En dan De Sportwereld. De Geer. Het Moment. Meeting Palace. Colmen. At the Corner. Ja, het staat als café erbij. At Carwheel. En dan is het restaurant. Café Mombeek Bar. Het Heuvelhof. Voilà. Maar dan zou het er nog wel zijn. Dus zorg als ik er bepaalde cafés niet heb kunnen opnoemen. Voilà. Nookie for the rookie. Zijn jullie blij? E-mail. Hoezo komt jij nu overeen met uw onderbuurvrouw? Jullie zijn ook vrij speciale mensen. Er is gepraat geweest. En deftig gepraat geweest. En dat heeft ons deugd gedaan. En nu kunnen we door één en dezelfde deur. Voilà. Met praten
kom je heel ver. Kan Chrisje uw IP niet onderbreken, ze wil niet in de flows komen, dan hoeft ze ook niets te zeggen. Huh? Wow. Oei, wereldreclame. Dan gaan we de volgende keer een mooie wandeling maken van 16 kilo in het eten gegooid. Dan gaan we de volgende keer een mooie wandeling maken van 16 kilometer. Misschien volgend weekend, misschien de weekend daarop, wie weet. Maar ik hou jullie sowieso op de hoogte via mijn Discord kanaal ook nog. En hier heb ik ook zo'n hele mooie bankje om te zitten bij Voerenberg. Dat is hier ook wel eigenlijk schoon. Amai. Welkom in dit speelbos. Ik heb toch haar niet gehoord dat ze mij onderbrak. Dus ik weet niet waar je het vandaan haalt. Peter Celi. Dan Emil. 2.35. 3 eclairs en een chocomelk. Maat, what the fuck, kerel. Jij wilt doodgaan van suikerziekte zeker en jij maar zeggen dat jij bijkomt. Ik ben stabiel op mijn gewicht momenteel. Ik zit altijd rond de 90 kilo te wegen. Oké, dan ben je de slimste. En dan zijn wij integraal verwonderd dat jij het ervan langs krijgt bij de OCW. Kunnen jullie niet gelijk iedereen een boterham eten in plaats van de grote Jan uit te hangen met degene naar al aan uw gat te krabben. Ben je de slimste? Ik ga sowieso zeggen, het is heel lang geleden dat we nog eens echt eens hebben gegeten bij Atte Corner. Echt waar. Het is heel, heel, heel lang geleden. Dan gaan we door nog naar de laatste vlog. 1560. Daar zijn 6 reacties op gekomen. Vogelsoep. Hey, leuke video, man. Dankjewel. Dan ben je de slimste. Hey Dimi, jij zegt dat je integraal achter uw computer zit. Ik zou ervoor gaan zitten, want van achter zie je niks dan kabels. Voilà, bij deze. Dat is ook weer waar. Ja. Maar je zegt het zo rap. Dan, Dimi is integraal voor 2e keer uit de kast gekomen. Ja. Hey Dimi, ik ga u sowieso 1 ding zeggen. Bij deze is Dimi integraal uit de kast gekomen. Eindelijk zou ik zo zeggen. Dankjewel. Dan hij opnieuw. Hey Dimi, wat is dat voor een belachelijke oefening? Ik ga sowieso 1 ding zeggen. Jij had integraal al lang doodgebloed kunnen worden. Ik zou in uw geval om hulp gaan roepen. Ja. Het is maar een oefening, hè. Dan, Cosmic Crypto. Oei oei, een schutter in een psychopaat in de school. Als dat maar goed komt. Leuke video. Dankjewel. Alivator, beste diender, ik ben weer zwaar teleurgesteld dat de Q&A weer uitgesteld is. Wat vind je hier zelf van? Ja, ik probeer het nu wel terug. Ik ga het terug proberen echt op maandag te zetten. Mijn Q&A, dat ik maandag opneem en dinsdag online komt. E-mail. Sorry Dimi, maar deze vlog was echt zeer, zeer saai. Jij zei dat je veel had geëten, maar ik zie daar toch niet veel van hoor. Je zit gewoon stil en zegt niets omdat je moet stil zijn. Daar hebben wij totaal niets aan. Die vlog kon 10 minuten zijn geweest en veel interessanter. Dit komt beter. Ik heb al redelijk veel stukken stille fragmenten eruit geknipt. Ik ben er ook geen pro in, hè, e-mail. Denk daaraan. Ik ga het niet vermelden in de titel. Kijk naar titel. Ja. Mm. Ook de Dimi weer al liegen. Ik heb er even dan niet bij nagedacht toen ik het in de upload gooide. Dat ik het bij de eerste fragment had gezegd. Ik ga het niet in de titel vermelden. Tot ik het zelf dan had gehoord. Fuck. En toen was het al gepubliceerd. Hoeveel keer hebben ze u op de grond geduwd op die binnenkoer? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt integraal niet. En ik heb daar ook niet op die school gezeten. Maar toen zat ik in Borgloon op school.
Maar we gingen wel naar die school toe en Kortesem toe voor het internaat gaan te poetsen. Met de rest van de schooldagen zaten we gewoon in Borglon. Maar die school in Borglon is nu verhuisd helemaal naar Kortesem toe. Dus nu heb je één heel grote blok van lager. En dan heb je ook nog een blok tegenover het lager. Dat is het middelbaar van de dageraad. Die zijn daar echt heel goed bezig. Jullie zijn echt goed bezig. Doe zo voort, zal ik zeggen. En wel, bij deze ga ik ook integraal mijn vlog nu ook hier beëindigen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder gaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later allemaal. Yo, yo.